Het is een lange, smalle weg met heel veel gebruikers en geen voetpad op de weg. En dat maakt de Looidijk, die overgaat in de Laan van Niftarlaken en dwars door het Lindorp Tienhoven loopt, een gevaarlijke weg. Vindt omwonende Liuke Kranenburg. Nou, aan de ene kant is er een sloot aan de weg. Aan de andere kant staan de huizen vrij dicht op de weg. Dat betekent dat je eigenlijk vrij weinig uitwijkmogelijkheid hebt. En er staan ook nog veel auto's geparkeerd langs de kant van de weg, waar fietsers dan omheen moeten met verkeer van beide kanten. Plus dat het gebruikt wordt als toeristische route voor met name racefietsers. En ja, onze kinderen moeten ook over deze weg naar school, dus ik vind het een gevaarlijke situatie. Een drukke, smalle weg dus, waar vaak ook nog eens harder gereden wordt dan de 30 km per uur die daar toegestaan is. En dat leidt nogal eens tot gevaarlijke situaties en ongelukken. Zoals recent nog, toen hier een scootmobiel in het water belandde. Ja, die man, bejaarde man voelde zich bedreigd door een toekomende auto. En die is er sloot in gereden en die is door omwonenden weer uitgehaald. Dus dat is net goed gegaan. Om te voorkomen dat het een keer echt fout gaat, moet er dus wat gebeuren aan de weg. Maar wat? Ja, dat is best wel lastig. Er zijn al drempels geprobeerd, alleen die trilden heel erg door in de huizen van de omwonenden. Dus dat gaf heel veel overlast. Een eenvoudige oplossing is er niet dus. Ondertussen denkt de gemeente Zichtsevecht hard na over maatregelen die wel kunnen. Binnenkort wordt een plan gepresenteerd dat ervoor moet zorgen dat iedereen zich weer veilig voelt op deze weg.